Tegenwoordig is het in om een poesdier te hebben. En zo ook bij ons toes als een pap, de zui en de mos een hoesdier hebben. Nou, om te weten, onze pap is een beetje een avonturier, dus een beetje hond, kat, veel te gewoon. Het mos iets apart zien. Een of ander gek biest of een wild biest. Daar hebben we naar gezocht, wat dames. Ja. Maar dat zeuken, dat is ons biestig tegengevallen. Je kunt het zo gek nog meer bedenken. Of we hebben het al bedoeg. Maar elk biest dat hij zijn mankementen. We hebben echt biestig gezocht. Ik vong en ik een miel bij de oase. Maar die bulten stonden mee niet aan. Ze haaien voor u, jij pas een mijntje. En ik mocht niet in bed van ons vaar. Nou ja. En toen kwam ik toes met een tijger. Maar dat biest hij wat last van de noom. Onze pap zit. Het liekt wel in een heiger. Maar als man vond dat biest wel bekwam. Bekwam? Ja, heel bekwam, ja. Je kunt het zo gek nog niet bedenken. Of we hebben het al bedoeg. Maar elk biest dat hij zijn mankementen. We hebben echt biestig gezocht. Ik zag in de winkel en de lama. Ik zag het met de lama da. Maar toen hij ons man begon te spelen. Zij de zwaar op de lama mada. Roept u me, ja. Ja. Welk biest hebben we nog meer goed geprobeerd? Louieke? Neem maar een biest, roep maar. Wel, nu wel het. Louie, nu wel het. Ja, wij mogen het zeggen. Dat zeggen, je mag het net zeggen, joh. Ja, roept u maar. Wat blieft? Struisvogel, u ook zeggen. Ja, heel goed, heel goed. En de struisvogel wou ons volgend biertje. Maar die stook zien de kop in de grond. Dat is geen gezicht. Met de ons vader. Dat biest het alleen maar en komt. Onze pap kost ten slotte nimmer wachten. Hij ging er toen zelf op hoed. Hij heet nou voort van die wilde nachten. Hij is er met een stoeipoes tussen hoed.